Ik zat in een keer rechtop in mijn bed en mijn hond die sloeg aan. En het was bang, 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 vier schoten achter elkaar. Nou, daar schrik je behoorlijk van. Dan komt het heel erg dichtbij, moet ik zeggen. Het was alsof de schoten bij mij in de slaapkamer plaatsvonden. Met lichtflitsen. De laatste twee zag ik nog net. En nou, dan gaat er toch wel, gaat er wel aardig wat door je heen, ja. Rond 3:15 werd de buurt opgeschrikt door de schietpartij op het Nieuwlandhof in Zuidoost. De slachtoffers werden neergeschoten in de tuin van een van de buurtbewoners. Nou, het is wel ruzie denk ik gebeurd en gebonken en zo, maar dat gebeurt het vaker, dus ben ik een beetje gewend van dat. Maar ik wist niet dat het hier iemand lag te sterven. Een hoop gekrakeel, een hoop geschreeuw en echt een, waarvan ik vermoed, een man in doodsnood. En vrij vlot daarna ja, stond de straat hier vol met politie en ambulance. De 30-jarige man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De 21-jarige gewonde man meldde zich bij een ziekenhuis. Op dit moment hebben we 3 personen aangehouden. Dat gaat om 2 mannen van 19 en 21 jaar. Waarbij die 21-jarige het gewonde slachtoffer was wat zich gemeld had in een ziekenhuis. En als derde verdachte nog een 32-jarige vrouw. En we onderzoeken natuurlijk hun rol, betrokkenheid bij dit schietincident. Bent u nou bang dat het nog onrustiger wordt nu hier? Nou, ik hoop het niet, laat ik zo zeggen. Ik woon zo goed hier, dus ik wil niet weg ook of zo. Maar ik hoop niet dat het erger wordt. Liever wat rustiger mag het wel worden.